Zo, dames en heren, goedendag. We zijn hier bij de Fastnet opening. En we zijn hier helemaal gewoon in Middelburg. Mijn hele accu is leeg. Ik ben hier met mijn Tesla en die is gewoon helemaal leeg. En ik ben niet alleen, want het stikt hier van de elektrische auto's die ook allemaal leeg zijn. Dus hierachter zie je een BMW i3, Tesla's, Nissan's, hoe die hier zijn gekomen. We hebben hier Kia's, de Kia, een blauwe. En nou, dat is voor de komende 4 uur is dat helemaal bezig, want dat is echt gewoon een ellende. We zien dus hier, die Nissan mag wel laden. Ja, dat is natuurlijk, ik heb nog 40 kilometer over. De Renault Zoe, de Nissan. En hier hebben we 50 fast charger stations. Die blauwe die zijn dus allemaal actief. Die andere die moeten nog gebouwd worden. Maar de familie Lubbers heeft weer net 15 miljoen geïnvesteerd. En hier zijn we lekker aan het laden. Nou, veel elektrische stations. Een mooie tv aanwezig. Er is voor de gelegenheid is er een food coffee. Want normaal kun je hier dus niet laden. En hier zit er weer een hele grote lens. Echt, deze man is weer lekker bezig. Ja. En hier hebben we een man met een elektrische Porsche. Ja? Goede combinatie. Toch, elektrische Porsche. Dag Vincent, goed je te zien. Dag Jan-Peter. Hoi. Waar ben jij mee? Met welke auto? Ik rijd de Mercedes. Mercedes. Ja. Oh, dus nog lekker gewoon pruttelend op de diesel. Ik heb een plug-in hybrid gehad. We kochten een nieuwe auto, die was toen nog niet leverbaar. De volgende wordt weer een plug-in. Ja, ja. Je bent nog nooit in de Tesla verleed geworden om daarin te gaan rijden? Ik ben te veel een Mercedes man, maar ik vind Tesla ook erg leuk, moet ik zeggen. Nou, Mercedes komt nu ook in 2017. Ja. Gaan ze nu ook echt komen? Hè? Ja. Dus, je ziet de veranderingen. Dat geldt voor tal van autofabrikanten. Iedereen ziet er sprake van een veranderende werkelijkheid. En dat is goed. Ja. En je gaat nu de 50ste openen. Ja, in Waarom Zeeland. Doe je dat? Dat is mooi, hè? Doe je dat? Omdat vanuit Zeeland. Je dacht van Zeeland in de vaart der volkeren. Ik heb ontzettend veel waardering voor wat de mensen doen van Fastnet. Heel veel bereikt en toch in een betrekkelijk korte tijd. Ze dragen echt bij aan dat er een netwerk is, een landelijk netwerk. Dat is natuurlijk geweldig goed. Nou, en steken hun nek uit, hè? En steken hun nek uit. Echt. Het is nodig ook. Ja. En als dan zoiets gevierd kan worden, 50ste keer, 50ste station hier in Zeeland. Nou, ben ik graag bij. Vind ik ook. Hartstikke mooi. Nou, daar gaan we naar kijken. En hier zien we Bart. Bart, gefeliciteerd, ja. 50 stuks. Goed dat je erbij bent, Vincent. Ja, de eerste en de laatste. En de 50ste. Ja, dus 2 jaar geleden bij Paul en Paul en nu in Zeeland. Ja, nou, ik ben wel benieuwd. We hebben hier nu zeker 20 elektrische auto's. En wie mag nou gaan laden? Want ik heb nog 50 kilometer over. Ik reed met Koos hierheen, Koos van de BOVAG. En die zat me daar toch 180 te rijden. Dus die hele auto is leeg. En wie mag nou eerst laden? Ja, Vincent, meestal ben je als eerste aan de beurt. Maar dit keer moet je wachten. Wachten tot jij aan de beurt bent. Ja, we gaan dus hier een enorme file krijgen. We gaan een enorme file krijgen hier in het Fastnet station. Wordt goed gebruikt bij het begin. Dat is echt mooi. De 50ste, hè? Je hebt net de funding geregeld voor de komende 100 of zo? We hebben de funding dat het in ieder geval het bedrijf kan doordraaien tot 2019. Maar we gaan weer een emissie doen om geld op te halen om te investeren in stations. Ja. Okay. En dus niet met de huidige financiering kun je weer de komende 25 of 30 keer weer doorgaan? Kunnen we het bedrijf laten doordraaien. Dus kan iedereen blijven laden. Dus kunnen deze 50 stations functioneren. Ja. En er zullen toch weer nieuwe investeerders moeten instappen en willen weer nieuwe stations bouwen. Ja, jij steekt aan alle kanten je nek uit. Hoe vind jij dat de andere investeerders dat doen? Nou ja, we mogen niet klagen, want we hebben 1200 particuliere investeerders. Ja. Die er allemaal toch best veel geld in hebben gestoken. Maar gewoon de normale investeerders. Je zou toch zeggen, er staan er 50. Ja. De tekenen aan de wand. Verdubbeling aantal elektrische auto's. Hè, van 45 naar 90.000. Ja. De hele industrie gaat om. En toch, de miljoenen vloeien niet makkelijk binnen. Hè. Je moet echt lange termijn visie hebben. Het is zien is geloven. Ik sprak gisteren met Daan Nap, die is van ABB, vroeger Epion, die bouwen elektrische laders. En die vertelde me ook, ja Bart, pas toen de elektrische Nissans en Mitsubishis op de kade in Rotterdam stonden, toen vroeg iemand, ja, maar waar gaan ze opladen? Ja. En toen gingen mensen pas laders kopen. Ja, maar goed, we zitten nu 4 jaar, hè? Elk jaar verdubbelt het aantal elektrische auto's. Ja. En nog steeds gewoon
De gewone investeerders willen dat ook nog niet makkelijk aan. Het is echt gewoon, wanneer gaat dat kwartje vallen? Ja, we hebben nu 50 stations en we weten dat over 2 jaar komt de volgende generatie. Hè? 2018. 2018 auto's. Is het gouden jaar, dan komen de auto's met meer dan 300 kilometer range. Ja. En een beetje betaalbaar, 3 keer snel laden als nu. Maar daarbij zit er enorm stuw meer aan alle mensen die nu een hybride auto hebben gekocht. Hè, door de fiscale maatregelen. Allemaal mensen hybride gaan rijden. 80.000 hybrides rijden er rond in Nederland. Toch jammer, hè, eigenlijk. En toch worden die over 2-3 jaar allemaal ingereld voor een nieuwe auto. En de vraag is wie er nu een hybride rijdt, wie daarvan gaat elektrisch rijden. Of volledig elektrisch. Ja. Ik denk dat het een hoop zullen zijn. Er is geen enkel land in de wereld. Wij zitten 90% hybrides. Ja. Overal in de wereld is het 75% volledig elektrisch. In Noorwegen, in Amerika, in Engeland. Overal is het 90%, 70% volledig batterij elektrisch. En hier hebben we alleen maar hybrides. Ja. Die stomme belastingwetgeving. Ja, het is maar hoe je er naar kijkt. Nederland is natuurlijk hybride heaven. Ja. Geweest de afgelopen jaren. Ja. En het goede is natuurlijk dat er nu een kleine 100.000 mensen zijn opgevoed met een stekker. En die kunnen in één keer doorschuiven naar de volledige elektrische auto's. Hartstikke mooi. Nou, we gaan wachten op de opening. En daarna gaan we in de rij staan bij Fastnet. Om te mogen laden, want we willen ook weer terug naar de bewoonde wereld. Maar kijk, Fastnet die heeft dus gewoon 200 locaties gekregen. Gratis van Rijkswaterstaat. Dan moeten ze wel die dingen bouwen. Hey, tot ziens. Roos, hi Roos. Wat leuk dat je af en toe iets terugzeggen. En daar mag nog geen koffie bij. Alleen voor vandaag mag het dus wel. Dus we hebben hier... dit zal wel uit Zeeland komen. Wat zijn dit? Bonussen. De bonussen, ja. Die komen duidelijk niet zo vaak in Zeeland. En ze hebben ook goede koffie. En genoeg elektriciteit. De Zeeuwse bonussen is natuurlijk het mooiste wat er is. Daarom, die moet ik dus ook gaan, moet ik dus zo gaan eten. Wil je hem nou nog lekkerder, dan kan je hem met een klein beetje roomboter doen. Dan is hij nog lekkerder. Nou, dat gaan we proberen. Dankjewel. Okay. Dus even, u woont hier? Ja, gelukkig hè. Ja. En waarom bent u hier? Ik heb zelf ook een elektrisch. Ik heb de Outlander, de Mitsubishi. De PEF. Ik kom net van bovenaf van de Bunnik. Dus daar heb ik ook, van de bovenaf dan uit Bunnik, heb ik ook net weer aan de stekker gelegen. Aha. Dus nu dacht ik, ga hier even stekker in. Maar u rijdt ook echt elektrisch. Gelukkig u wel. U echt moeite om te laden en zo. Ja. 9 nieuwe. Gewoon alleen maar met benzine door. Nee. 9 nieuwe zonnepanelen gekocht een half jaar geleden erbij. Dus nu hebben we er 17. Dus het gaat helemaal goed. Nou, geweldig. Dus er zijn echt gemotiveerde. Ja. Er zijn gewoon gemotiveerde Mitsubishi mannen. Mag ik u wat vragen? Ja, tuurlijk. Voor vanavond. Ja. Deze met zijn Nissan. Kun je hem even vasthouden, dit? Als jij even, dan kun je mij even geïnterviewd worden. ZUD! Ja, een beetje draaien naar mij. Ja. Hartstikke fijn. Ja, klopt. Want wij gaan natuurlijk ook al Fastnet hebben vanavond. Wat goed! Wat vind je nou van Fastnet? Heeft dit nou de toekomst? Ja, dit zijn de benzinestations van de toekomst. Wat dat betreft, dit worden de mooiste locaties. Die hebben ze 250 hebben ze gratis gekregen van de Rijkswaterstaat. In een tijd dat niemand erin geloofde, waren nog bijna geen elektrische auto's reden. Nou, in 2018 gaat het echt lopen. Dan komen er honderdduizenden auto's op de Nederlandse wegen die ook echt gewoon overal moeten laden. En ik denk dat in 2025 Bart een hele mooie exit gaat maken. Daar heel veel geld aan verdient. Maar dan moet hij dan wel echt 10 jaar lang zijn nek voor uitsteken. En ik vind zijn vader, Ruud Lubbers, was eerste echte evangelist van elektrisch rijden in Nederland. Die was al gewoon meteen nadat hij minister-president was. Heeft hij er één gekocht en is er echt eindeloos mee gaan rondrijden. Goede investeringen gedaan, goed aan verdiend. En nu zijn ze dat geld in een netwerk aan het steken. En dat heeft Nederland echt nodig. En dat zorgt, dat zorgt er echt voor dat wij die transitie goed kunnen maken. En dat wij als Nederland op nummer 1 staan eigenlijk. Wereldwijd qua aantallen auto's als je het vergelijkt met de miljoenen. Samen met Noorwegen. En dat wij door kunnen groeien. En dat iets als Tesla hier ook is. Wij gaan gewoon een elektrisch rijdenland worden. Maar goed, je kwam hier net aan. Jouw accu is leeg. Je moet zo opladen. Ja. Maar er zijn natuurlijk heel veel mensen die gewoon woon-werk rijden met zo'n elektrische auto. Thuis opladen, werk opladen. Die stoppen niet hier. Nee, die stoppen niet hier. Dus het is ook... auto's moeten ook gewoon niet altijd hier zijn. Die moeten vooral als je wat grotere afstanden zijn, dan stop je hier. Ik kan 400 kilometer normaal rijden. Dus ik rijd normaal hierheen en weer terug. Maar we reden keihard. We gingen gewoon even er snel tegenaan. En dan is het heerlijk dat je hier eventjes een kwartiertje kunt bijladen. 200 kilometer erbij. Hup, weer door naar de andere kant van de wereld. Maar is het genoeg om er geld mee te gaan verdienen? Meer dan genoeg. Als die auto's... Hè, we gaan naar 1 miljoen auto's in 2020. Elektrische auto's. Als die één keer per week
hier stoppen bij zo'n een van die benzinestations, een van deze vastlaadstation, dan is dit een fantastische business. We hebben er 15 auto's per dag per station nodig om break-even te draaien. Dus nog afgezien van de investering. Ja. En er stoppen er nu 2 per dag. Ja, nou, sommige stations stoppen er al 10, 15. Hier in Zeeland zal dat niet meteen gebeuren. Dat duurt nog eventjes. Daardoor, maar vandaag gaan we dat zeker redden. Maar dat is in 2018 gaan we heel veel particulieren die gaan nieuwe elektrische auto's rijden. Dan worden ze veel goedkoper met een grote range. En dan zullen ze het veel drukker krijgen. Dit is echt een investering voor 2020, 2025. En dan gaan ze er goed geld aan verdienen. Je bent echt een believer. Ik denk dat deze man een believer is. Die heeft rechts die heeft gewoon 5 miljoen van zijn eigen geld erin gestopt. En 5 miljoen van het familiekapitaal. En dan heeft hij ook nog wat andere mensen weten te inspireren. Bart Lubbers gelooft er echt in. Ik ben enthousiast rijder. Ik rijd een Tesla. Voor mij is het een groot genot. Ik zie dat die hele industrie zich omvormt. Maar hij heeft er echt zijn eigen cent in gestopt. En dat waardeer ik enorm. We hebben het in 2025 nog een keer. Nou, als we daar, nee. In 2018 zitten we hier en dan is het hier gewoon veel en veel drukker. Eind 2018. Maar in 2020 kun je zien dat dit een hele succesvolle investering is. Ja. Wel een eind rijden, hè, naar Zeeland. Nou, kan je wel zeggen. En ik ben ook al een eind over. Je bent low battery. Dus ja, dat ben ik. Ja, dat ben ik wel. Dus het is, maar ik heb hem even op de normale dingen gezet. Dus nu staat je op low battery. De batterij. Mooi. Als ik dan naar mijn schoonouders rijd in Groningen, dan merk ik dus ook van even, dan kan ik ook een paar keer onderweg stoppen. Ja. Maar hier zo zeker met die toeristen, dan gaat dit echt heel positief zijn. Dat je dus hier toeristen gaat krijgen en die kunnen dan dus ook gaan tanken. Ja, daarom, dat denk ik ook. Ik ga zo'n bossenbol nemen en we gaan eens even kijken. Dat is een bolus. Oh, een bolus, sorry. Neem ik aan, een bolus. Zijn er nog vragen voor mensen? Heb je nog vragen voor... Ik ben wel in Zeeland, hè? Ja, Koos hier. Met Koos ben ik hier gekomen. Even vragen aan Koos. Je bent directeur van de BOVAG geweest, voor Eindeloos. Hoe denk je dat die autobranche aan het veranderen is qua elektriciteit? Is dat echt gewoon een kleine niche-markt of wordt dat echt belangrijk? Het is nu nog een kleine niche-markt. Het gaat om enkele 10.000 auto's per jaar. 25% van de sales in december. Ja, maar en dat is een hele bijzondere situatie natuurlijk. Ja. Want mensen hebben van het fiscale voordeel nog even gebruik willen maken. En de branche profiteert daar natuurlijk even van. Mm-hmm. Maar laten we zeggen, op het totale verkoop is het natuurlijk nog maar een klein gedeelte. En, maar dat gaat het komende jaar natuurlijk heel snel groeien als de auto's komen met meer actieradius. Want daar willen veel klanten eigenlijk even op wachten. 300, 400 kilometer kunnen rijden met een elektrische auto. Dan gaan we echt omzet maken en dan gaat er een grote beweging in de branche ontstaan van fossiel naar elektra. Zo in 2020, wat verwacht jij dan als percentage van de totale nieuwe auto's? 2020, nou dan zullen we denk ik dan toch naar een miljoen auto's gaan. Nou dat is wel heel veel. Dat is veel. Dat is heel veel, ja. Dat is wel heel hard. Hey, wat rij je zelf? Niet op jaarbasis natuurlijk, nee. Maar dan op het totale park. Ja. Ja, ja, dat moet wel gaan. Wat rij je zelf? Ik rij zelf in een Opel Ampera. Hoe bevalt dat? Ja, fantastisch. Ja, dat is het begin natuurlijk. Nee, maar we gaan natuurlijk zo direct naar vol elektrisch. We gaan nu meemaken, het gaat beginnen. We gaan openen. Kijk, hier hebben we een mooie elektrische auto. Een elektrische motorfiets. Hé hey jongens, geef me eens even wat hartjes als je dit leuk vindt. Welkom allemaal in Zeeland. Bij het 50ste station van Fastnet. Ja, dat is toch wel heel bijzonder, al het gezelschap waar we hiermee staan. Ik sta hier naast de atelier Balkenende. En daar begon het eigenlijk allemaal mee. En die riep in 2009, we moeten elektrisch gaan rijden. En laten we nou een doel stellen. Net als John F. Kennedy in de tijd zei, we zetten een man op de maan. Zei de oude premier, we gaan naar een miljoen elektrische auto's in 2025. Nou, kunnen jullie dit even tweeten, dat dit dat nu geopend wordt en dat mensen er even naar kijken, want ik kan niet kan niks doen. Met het idee, laten we nou concessies uitgeven voor laadstations aan de snelweg. De man die daar verantwoordelijk voor was, Frank ten Bol, dat staat hier ook in het gezelschap. Dus die ging 2 jaar later aan de slag. Het resultaat was dat weer 2 jaar later, in november 2013, het eerste fastnetstation openging. Bij Pallenpool. We staan nu weer 2 jaar verder en er staan 50 stations. En ik vind het dan ook heel bijzonder dat we hier nu met het hele gezelschap staan. We staan hier met wethouders. Ik val er ook wel een beetje stil van, want wij gedachten gaan natuurlijk terug naar die tijd. En ik sta hier ook met Michiel, een medeoprichter. En
Toen we hierheen reden, herinner ik me ook dat bij het allereerste gesprek met de wegendistrict van Rijkswaterstaat hadden we in Goes. Dat is het allereerste gesprek en nu, 2 jaar later, staan we bij het station. Welkom allemaal en ik wil nu graag het woord geven aan de heer Balken. Wat dank je zeer. Even de introductie. Ik neem nog heel goed inderdaad. 2009 was de autorij, waar ik samen was met Gunnar Eurlings, toen de minister van Verkeer en Waterstaat. En ik was eerst gevraagd om in die elektrische auto van de Kornstad te rijden. Elektrische Lotus. En ik heb ontzettend veel plezier gehad voordat wij het podium opgingen. Inderdaad, toen ging het over het doel, wat willen we met mobiliteit in Nederland. En Sticht Natuur en Milieu en 3 technische universiteiten hebben toen ook gezegd van je moet een perspectief hebben. En toen was het idee van de 1 miljoen elektrische auto's in 2020. Dat is erg ambitieus, maar het gaf wel aan van het leven in een tijd van verandering. We hebben anders aan te kijken tegen mobiliteit. Maar het was nog maar kleinschalig, er gebeurde niet zoveel. Ik was daarna bij een autorally met 100 elektrische auto's. Ook dat is een leuk evenement, mooi om het zichtbaar te maken. Maar je krijgt pas massa ja, als we de zaak in beweging krijgen. En dat hebben jullie feitelijk gerealiseerd met Fastnet, nu het 5e station. Want we weten, als we echt iets willen bereiken op het gebied van elektrische mobiliteit, ja, dan zit dat in, wat is het netwerk aan laadstations? Dat is het eerste. Het tweede is, de auto's zullen anders moeten worden. En we zien nieuwe type auto's komen, de bestaande autofabrikanten zijn bezig met nieuwe motoren. We moeten werken aan de actieradius, de betere accu's, al die dingen, dat is nodig, dat is essentieel. En je moet zorgen dat de infrastructuur goed is. Die verschillende componenten heb je nodig. En ik vind het echt een geweldige prestatie dat jullie in zo'n korte tijd nu de 50ste station kunnen openen. Hier in Zeeland. Dat vind ik als CEO extra mooi, dus dank daarvoor ook. Graag gedaan. Prachtig. Ik noem Zeeland vaak de mooiste provincie van Zeeland, dat van Nederland. Maar ik voel me ook in Zeeland ontzettend leuk dat ik hier ben. Maar het mooiste is dat dit maar een stap is. Want jullie ambitie gaat veel verder. Er moeten 200 in Nederland komen. En als ik jullie plannen hoor, wat jullie in andere landen willen realiseren, dan zeg ik, ja, er gebeurt ook toch ongelooflijk veel. En ik moet zeggen, ik maak me zorgen over deze planeet. Als we zien wat er gebeurt op het gebied van klimaatverandering, met onvoorspelbaarheid in de natuur, opwarming van de aarde, we kunnen niet wachten. We hebben net het klimaat op gehad in Parijs. En iedereen weet van, het is niet meer business as usual. En mobiliteit zal op een andere manier vorm moeten geven. Nou, daaraan leveren jullie een bijdrage. En ik wil jullie daarmee complimenteren en veel succes wensen in het traject dat hierna gaat volgen. Tijd van verandering, disruptive change, klimaat, al die zaken komen ons af. En ik vind het ontzettend mooi dat we met zoveel hier zijn, om gewoon te zeggen, hartstikke goed werk geleverd, ga zo door, succes met het verder, omdat wij graag een betere en milieuvriendelijke wereld willen. Daarom doen we het allemaal. Succes en ontzettend fijn hier te zijn. Dankjewel. Tel je af? Oké, ja, nu gaan we. 3, 2, 1. Jawel. Ja, wel. Oké, dan. Oh ja. Krijgen we het volgende moment? Ja, juist. Ja, dan ga ik nu de heer Bolkaan uitnodigen naar om iets te doen wat wij normaal op kantoor mogen doen. Meestal op vrijdagmiddag, op het moment dat er weer een nieuw station wordt geopend, dan mogen we 1 lichtje aanzetten. En ja, dat gaat nu hier gebeuren. Dus, het ja. Juiste knopje gaan. Vlietberg, en dat is deze, nummer 50. Zo, D. Oké, okay. Het 50 station van Fastnet. Het is geopend. Hey, laden. Nu in de file staan. Ja. Oké, dan gaan we naar de stekker. Ja, nu is het nummertje trekken, want dit is voorlopig wel vol hier. Nou, Balkan weet nog steeds hoe hij een verhaal moet houden. Hij mag nu een sticker erin stoppen. Dan hebben we dat ook weer gehad. Heeft het echt nodig, niet zo lief. Die komt niet ver zonder. Ja, dit zijn de. Ja. Is dit klaar voor? Klaar. Zo, dat is hem. Klaar. Ja.
Ja, nu nog even het appje, even het aanzetten op het appje. Want je moet het appje pakken van Fastnet en dan moet je op de knop drukken en dan gaat hij laden. Ja, ja, en hij heeft dat laden. Nee, hij heeft het appje, dus ik vind dat ook nog even. En het aardige is, je kunt hier gewoon aankomen rijden, je hebt geen account. Je downloadt het appje, je zegt band steekt erin, werkt meteen, je krijgt meteen krediet van deze heren. Dus dat hebben ze ook gewoon makkelijk opgelost. Geen pasjes, maar gewoon appjes. Ja, Michiel, hoe lang krijgen we deze koffie hier in Zeeland? Best wel een tijdje, denk ik, want we staan hier nog wel even te laden. En een paar lekkere bonussen erbij natuurlijk. En de bonussen, dus, het is nog Zeeland, GPS. Ga eens even een kopje koffie. Hebben jullie misschien nog een kopje cappuccino of zo voor mij? De app van Fastnet kun je downloaden. En die, met GPS weet hij dat hij bij het station is. En dan kun je meteen zeggen, klik, ik wil hem starten. En je krijgt ook meteen krediet. Je hoeft alleen maar je banknummer in te voeren. En dan kun je hem meteen laden. Dus iedereen wordt er altijd vertrouwd. Dat is mooi. Gezicht? Er is hier toch... nog eens heel bijzonders, want die bomen die komen natuurlijk niet vanzelf. Er zijn er mensen nodig die erin gaan lopen. Ik werd net door Vincent Evers geïnterviewd, die zegt hoe zit het met de investeerders? En nou kijk naar het resultaat en kijk om je heen. En een van de investeerders staat hier naast me en dat is een bijzondere investeerder. We hebben ongeveer 1200 particuliere investeerders, maar op een gegeven moment zijn we begonnen met founders. Dat zijn mensen die een groot bedrag durven te investeren en die echt met hun volle gewicht achter het initiatief staan. En we hebben iets bijzonders met de founders. Die krijgen namelijk een bordje met hun naam van zichzelf of van het bedrijf wat ze vertegenwoordigen op een station naar keuze. Ik sta hier naast Peter Nieuwkerk en ik vroeg aan hem, ga je iets zeggen? Hij zei, moet ik iets zeggen? Ik ga hem toch even de microfoon geven, want hij heeft vast nagedacht in de tussentijd. Aan jou het woord. Ik heb niet zozeer iets specifieks te zeggen. De vraag werd inderdaad gesteld aan de zogenaamde Fastnet founders. Zou je je naam op het station willen hebben? Nee, dat wil ik niet. Ik wil niet mijn eigen naam erop. Maar als ik dan mag kiezen, vind ik het wel leuk om mijn bedrijfsnaam erop te hebben. En dat zit een beetje denk ik in de genen van de Zeeuwen, de B van bescheidenheid zoals een van de kernwaardes van het bedrijf Budelpak is. Wat ik vertegenwoordig is dat ook een van de kernwaardes van Zeeland denk ik. Dus ik vind dat het helemaal niet om mij gaat. Ik zou bijna zeggen, ik vind dat het nu om jullie gaat. Ik vind het een geweldig initiatief wat Fastnet ontwikkeld. Ik werd ook heel erg enthousiast van het boek wat geschreven is. Dus mijn complimenten daarvoor, ik vind het leuk. En dat heeft het enthousiasme zeker verder aangewakkerd. Dus ik zou bijna zeggen van ik kan niet wachten dat er nog een paar meer komen. En mijn enorme complimenten voor alle inspanningen die jullie verrichten met het hele team. Want ik kijk nu naar jou, maar er zijn nog veel meer collega's die dat doen. Dus ik vind dat fantastisch. Vooral ook, en dan moet ik wel eerlijk zeggen, want dat is dan de enige gedachte in de 3 minuten die ik nog kreeg in de bedenktijd. Dit heeft een lange adem nodig. En daar moeten we denk ik wel eerlijk in zijn. En ondernemers zijn mensen die vandaag de dag investeringen terug moeten rekenen om misschien 1 tot 3 jaar. Dan moeten we wel heel eerlijk in zijn, dat is voor Fastnet wel wat tekort. Dus het heeft echt mensen met een visie nodig en mensen met een lange adem en dat zijn jullie. En ik ben blij dat ik daar een heel klein steentje aan kan bijdragen. Dus complimenten voor jullie. Nou, heel veel dank. En ga ik jullie de schroefdraaier overhandigen, zodat het daadwerkelijk wordt vastgesteld. Wat bemoedigende woorden voor je zeggen. Wat is het? Ik zal het maar gelijk vastzetten. Ik heb wel wat. Oké. Kun je dit even vasthouden? Ja, ik heb hier nog iemand die. Die kwam hier aan met zijn Tesla en die was natuurlijk gewend om altijd haantje de voorste te zijn, maar moest nu toch achteraan sluiten in de rij bij deze drukte. Maar wil graag toch nog wat zeggen tegen het gezelschap hier. Ja, ik vind het echt geweldig dat jullie staan hier, want wij zijn hier wel een aantal pioniers. Er zijn nu van 45.000 naar 90.000 auto's gegaan in het afgelopen jaar, dus een verdubbeling. En wij zitten daar eigenlijk, we hebben 10% van alle elektrische auto's verkocht in Nederland. Dat is toch een mooi aantal.
En zelfs 25% van alle auto's die verkocht zijn in december waren elektrische auto's. Wel heel veel hybride, maar ik denk dat de volledige elektrische auto's nu volgend jaar enorm gaan groeien. En in 2018 komen er allemaal auto's van 30.000, 40.000 euro met 400 kilometer, 350 tot 400 kilometer radius. 3 jaar later zijn het 25.000 euro auto's met dezelfde radius. En dan gaan we inderdaad naar aantallen van 25% permanent van alle auto's. En dat gaat groeien in mijn overtuiging naar 50% in 2025. Dan duurt het nog 10 jaar voordat de helft van alle auto's elektrisch is. Maar het is eigenlijk niet afhankelijk of jullie nou zo enthousiast zijn, of dat mensen nou het milieu bewust zijn, of dat er niet genoeg olie is. Het hangt alleen maar af van de technologie. De batterijen worden goedkoop, die elektrische auto's worden goedkoop, het onderhoud is goedkoop. En dat betekent dat wij als Nederland ons enorm moeten aanpassen. Ik ben hier met Koos Burgman heen gereden, hij is 20 jaar, hij staat daar. Hij heeft erin gereden, hij heeft ook echt 150, 160 gereden, waardoor mijn accu nu leeg is. Maar hij was dus 20 jaar directeur van de BOVAG. En hij zegt, die hele branche die moet zich aanpassen en dat gaat krakend en piepend, want wij zijn daar gewoon allemaal nog niet zo enthousiast over. Maar het gaat gebeuren, niet omdat mensen het nou graag willen vanuit milieu of olie, maar omdat het gewoon de goedkoopste manier is om te rijden. En dat is aardig, dat het redden van je planeet en het zeg maar nog goedkoop voor de portemonnee zijn, dat dat nu zo mooi samengaat. Maar dat betekent wel 10 jaar dat Bart met zijn kornuiten en zijn vader en alle investeerders hierin moeten geloven en moeten investeren. En wat Peter al zei, de vorige investeerder, 3 jaar, daar red je, dat is tegenwoordig een mooi rendement, dat vinden de investeerders. Hier moet je 10 jaar op wachten, maar ik ben ervan overtuigd dat Bart met zijn kornuiten een fantastisch return on investment gaat krijgen. En ik ga er ook extra certificaten kopen als hij binnenkort weer uitkomt met zijn nieuwe ronde. Bart en iedereen, hartelijk gefeliciteerd en we gaan een mooie toekomst tegemoet. Ik denk dat dit een mooi einde is van de ceremonie. Nog 1 ding over Vincent. Hij is er bijna altijd bij. En het bijzondere was toen Michiel en ik bij de vereniging Doet waren. De vereniging van bedrijven die zich inzetten voor elektrisch rijden. En wij zeiden we gaan certificaten voor particulieren uitgeven. Dat Vincent spontaan naar voren liep. Geld uit zijn portemonnee pakt, alsjeblieft. De eerste twee, ja. Ik koop de eerste. En we zijn nog vele gevolgd. En ik zie dat Vincent nu weer volgt. Ja. Ik wou nog 1 ding zeggen. Wij hebben de vereniging elektrische rijders en geïnteresseerden opgericht. Dat zijn dus mensen, vooral rijders, maar die dan ook geïnteresseerden enthousiast maken. We hebben nu 1500 leden. We willen 10.000 leden hebben aan het einde van het jaar. Het kost niks om lid te worden. Dus iedereen even naar deverg.tk als je nog niet lid bent, maar je bent geïnteresseerd. En jullie zijn dat allemaal. Word lid en maak anderen lid, want we gaan enorm lobbyen bij de Tweede Kamer om te zorgen dat er een subsidie komt voor consumenten. We hebben nu 45.000 euro betaald voor alle zakelijke rijders aan belastingvoordeel met al die hybrides. We gaan nu lobbyen dat consumenten 7.500 euro krijgen als verschil tussen een benzineauto en een elektrische auto. En daar hebben we alle hulp voor nodig, dus meld je aan veg.tk. Dank u wel. Oké, dan is het nu tijd voor koffie en een Zeeuwse boom. Dat was nog even vergeten. Dat moest nog even gebeuren. Dat is toch. Al die dit horen, word lid van de ver.tk. Ga elektrisch rijden. Of word in ieder geval geïnteresseerd en ga helpen om deze revolutie mogelijk te maken. We gaan nu bossen. We gaan nu gewoon bolussen. Zeeuwse bolussen gaan we nu. En we gaan wachten tot we in de rij. Tot we mogen gaan tanken. Want dat hebben we nu wel nodig. Want Koos heeft mijn auto helemaal leeg gereden. Hoe lang gaat het nog duren, denk je? Nou, dat duurt wel een paar uur. Dat duurt wel een paar uur. Over tanken. He? Over opladen. Ik vind dat je gewoon die makkelijker wordt. Ik geef nog steeds gas. En ik ga nog steeds naar het tankstation. Ik vind het gewoon. Dat soort vrijheden mag je dingen. Oké, hoe duurt het laden van 1 auto? Dat hangt er dus van af. Als je een Nissan Leaf hebt, dan is die in een kwartiertje 20 minuten vol. Als ik mijn auto wil opladen, ik hoef alleen maar genoeg te hebben om naar de volgende tankstation te gaan. Ik kan hier met 250 km per uur laden. Dus dat is zeg maar, op Tesla plekken kan ik met 500 km per uur leiden, hier 250 km per uur. Ja, dan moet ik dus een half uurtje staan om weer gewoon naar de bewoonde wereld te gaan.
drie kwartier moet ik staan om, naar de, om die helm terug naar Amsterdam te komen. Dat is toch 150 kilometer? Bliksem. Ja, 160 kilometer. Dus, ja, maar het is maar goed dat er een kraampje bij staat waar we koffie kunnen krijgen. Ja, en een bonus. Ja, ja. En dat we onder de zonnecellen, die nu onder de zonnecellen kunnen gaan schuilen. Dat is wel echt mooi. Ik ga nog even wat mensen interviewen, maar dan niet via de periscope. Dus ik kom nog even terug en we zien elkaar nog. Ik ga deze uitzending bestoppen. Dank jullie wel voor jullie aanwezigheid.